lieve mensen, fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Foute Boel. Voordat wij beginnen even de gebruikelijke disclaimer. Dit is een infotainmentprogramma, dit is voor amusement en informatie, maar ik weet ook niet alles, dus doe altijd vooral zelf je onderzoek. Voordat wij beginnen, ik heb drie onderwerpen voor jullie uitgekozen. We gaan het hebben over de Boeing en de twee klokkenluiders die zijn overleden dit jaar. We gaan het hebben over AstraZeneca, het vaccin wat van de markt is gehaald. En we gaan het hebben over 5G, dus laten we snel beginnen. Allereerst de Boeing 737 MAX 9. Het is een relatief nieuw model, maar met veel problemen. In 2018 en 2019 is het toestel met fatale gevolgen neergestort, met ruim 300 overledenen. Na deze twee crashes stond de Boeing 737 voor 20 maanden aan de grond. Deze grounding werd opgeheven nadat Boeing aanzienlijke software- en hardwarewijzigingen aan het vliegtuig had aangebracht. Maar in januari dit jaar brak tijdens een vlucht een deurpaneel van het vliegtuig af boven de staat Oregon. En daar gaan we heel even naar kijken. Er is dus veel twijfel over de veiligheid van dit toestel. En uiteraard werd hierdoor de Amerikaanse toezichthouder voor de luchtveiligheid gedwongen enkele van deze vliegtuigen stop te zetten in afwachting van inspectie. Boeing kreeg hierdoor een hoop negatieve publiciteit en rapporteerde het eerste kwartaal in 2024 een netto verlies van 355 miljoen. Maar wat blijkt nu? Joshua Dean, een voormalige kwaliteitsmedewerker bij een belangrijke Boeing-leverancier, Spirit, die zijn bezorgdheid uitte over de onjuist geboorde gaten in de romp van de 737, is vorige week onder verdachte omstandigheden door een ontsteking overleden. Dean was een van de eerste klokkenluiders die beweerde dat de fabrikagefouten genegeerd werden. Hij diende een klacht in bij de Federal Aviation Administration. De FAA, waarin hij melding maakte van ernstig en grof wangedrag door het management bij de 737 productielijn. Na zijn pogingen om veiligheidsproblemen aan de orde te stellen, werd Dean in april 2023 ontslagen. Vervolgens diende hij een klacht in bij het ministerie van Arbeid en Dean overleed dus vorige week. En dan hebben we nog John Mitch Barnett. Een voormalige Boeing-engineer. Hij heeft in 2017, vlak voor de fatale crashes, ook al zijn zorgen geuit over de veiligheid. Deze waarschuwing is genegeerd en hij is overgeplaatst. Boeing heeft hem onder druk gezet om deze zorgen stil te houden. In maart dit jaar, enkele weken voordat Joshua Dean overleed, is ook Barnett onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in zijn auto met een zelf toegebracht schotwond, vlak voor zijn rechtszaak over het verwijtbaar handelen van Spirit. Het bedrijf dat rompen bouwt voor diverse soorten Boeing-vliegtuigen. Barnett zou tegen een familielid hebben gezegd dat als hem iets zou gebeuren, dat het geen zelfmoord zou zijn. Het is Foute Boel. Lieve mensen, klokkenluiders zijn erg belangrijk. Zij brengen wangedrag en corruptie aan het licht. Dat doe je niet voor de lol. Er is veel moed voor nodig. Maar wanneer geld en macht en reputatie gemoeid is, heb je bij het klokkenluiden geen leven meer. Kijk maar naar Julian Assange. Of in ons eigen land, Huig Plug. Het is Foute Boel. Dan door naar AstraZeneca. Want daar gaat het ook niet goed mee. Ze hebben namelijk een rechtszaak lopen in het Verenigd Koninkrijk, aangespannen door een aantal gedupeerden die voor een grote groep procederen. Ze eisen een vergoeding van 100 miljoen omdat ze last hebben van bijwerkingen. In deze rechtszaak heeft AstraZeneca toegegeven dat het vaccin trombose en hersenbloedingen kan veroorzaken. In zeldzame gevallen. AstraZeneca kwam in 2021 al eerder in opspraak. Omdat Noorse wetenschappers toen al verband legden
met het vaccin en trombose. Nederland laste een korte prikpauze in, maar Hugo vond het goed spul. Hij heeft gezegd, kijk maar. Op de pauzeknop. En dat is ook de aanleiding geweest voor de experts van verschillende landen onder de vlag van de EMA bij elkaar te komen. Om te kijken, is er reden inderdaad tot zorg? Is er een verband tussen vaccinatie en trombose zoals dat hier speelt? Het antwoord op die vraag is, nee, het is hoogst onwaarschijnlijk dat er enig verband is. Het gaat hier over iets wat optreedt na vaccinatie en niet door vaccinatie. En daarmee is er dus geen aanleiding om te stoppen met prikken. AstraZeneca is gewoon een goed vaccin. Als u mij al hoort mopperen over AstraZeneca... Na 4 dagen is het prikken hervat. Noorwegen heeft het prikken met AstraZeneca nooit meer hervat. Voor hun was het al duidelijk. Het kan alleen maar door het vaccin komen. Nu heeft AstraZeneca het vaccin mondiaal van de markt gehaald, na 3 jaar. Het is interessant om te zien hoe mainstream media hiermee omgaat. Nu.nl plaatste een artikel en paste de kop van hun artikel 1 keer aan. Het ging van AstraZeneca trekt coronavaccin wereldwijd terug na bekentenis over bijwerkingen, naar een kop die bijna elke krant plaatst. AstraZeneca biedt coronavaccin nergens meer aan. Maar Trouw die spant de kroon en bagatelliseert de boel met de kop. Door imagoproblemen geplaagd AstraZeneca stopt met de productie van het coronavaccin. Oké, ik moet toegeven, imagoproblemen die zijn er natuurlijk, maar dat is niet de reden. Na het toegeven van AstraZeneca van de bijwerkingen kunnen ze nu een stortvloed van nieuwe claims verwachten die het tot 3 jaar kon worden ingediend. En die tijd lijkt nu te verstreken. En nu het van de markt is, kunnen nieuwe gedupeerden ook fluiten naar een schadevergoeding. Het is foute boel. Dan gaan we door naar het laatste onderwerp. 5G komt namelijk naar je toe deze zomer. En nu hoor ik jullie al zeggen, joh, Doula, doe niet zo dom. 5G is er al lang. Kijk maar op je telefoon, rechtsboven staat 5G. Nee, deze zomer gaat 5G pas echt van start. En dat heeft alles te maken met de 3,5 gigahertz frequentie. Laat me je dat heel even uitleggen. Nederland is het enige land waar 5G nog niet is uitgerold op deze 3,5 gigahertz frequentie. In juni worden deze geveild en telecombedrijven kunnen deze dan kopen en gaan gebruiken. Deze nieuwe frequentie gaat de smart city toepassingen mogelijk maken. In Nederland staat onder meer Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht al te boek als smart cities. In deze steden gaan ze dan ook beginnen met het uitrollen van slimme lantaarnpalen. Deze lantaarnpalen kunnen dan een zendmast worden, krijgen wifi, weer- en geluidssensoren en natuurlijk gezichtsherkenningscamera's. De mogelijkheden zijn eindeloos. De 3,5 gigahertz frequentie kan dit allemaal met elkaar verbinden en enorm snel heel veel data verwerken. En dat vinden ze nodig. Alles voor de veiligheid natuurlijk. Want als jij straks over straat fietst waar het niet mag, dan moet je hier natuurlijk direct op je mobieltje een waarschuwing voor krijgen. En eventueel automatisch een boete. Welkom in de toekomst van Nederland, waar je als mens 100% en in real-time connected gaat zijn met de overheidsinstanties. Waar alles wordt gezien, waar je altijd in het gril moet lopen en waar privacy niet meer bestaat. Het is echt niet meer ver weg. Het is foute boel. En jongens, dit was de foute boel aflevering voor deze week. Ik hoop dat jullie volgende week ook weer kijken. Vonden jullie dit leuk? Klik dan even op de abonneerknop. Zet het belletje aan, dan krijg je een waarschuwing wanneer de nieuwe aflevering online komt. Mijn naam was Doula, tot de volgende week.